Hallo allemaal. Goedemorgen. En welkom terug. Het is dinsdag 31 maart 2020. En het is heel erg vroeg. Dit wordt dag 16 van de zombie apocalypse. Dag 16 in zelfisolatie. Mijn naam is Vidioot. En ik ben een diehard fan. Een echte fanboy van deze mevrouw. Burgemeester Femke Halsema. De allerbeste en allerleukste burgemeester in de hele wijde wereld. Of all time. Vannacht ben ik wakker geworden. En ik werd wakker na een hele heftige droom. En ik onthoud mijn dromen normaal niet. Gewoon, ik ben wakker en denk ik, wauw, dat was een gekke droom. Maar binnen een paar seconden ben ik die hele droom vergeten. Maar dit keer niet. En daar ben ik eigenlijk best wel gelukkig mee, want het is echt een fantastische droom geweest. Ik heb namelijk gedroomd over corona. En ik heb gedroomd over de supermarkt. En ik heb gedroomd over burgemeester Halsema. En ik heb gedroomd over zo heen. Krokodil. Zo heen. Ja, je zegt, wat is dat nou voor mijn droom? Nou, wat is er aan de hand? Wij stonden met z'n allen, zo ging het in mijn droom, hè? Let u op, zo ging het in mijn droom. Wij stonden met z'n allen bij de supermarkt voor de deur te wachten tot die open ging. Om zo vroeg mogelijk onze boodschappen te doen. Wie zijn wij? Ja, gewoon een groepje mensen die ik verder niet kende. Maar burgemeester Halsema was daar ook. Wat had ze aan? Volgens mij gewoon een spijkerbroek. Dat was niet belangrijk in mijn droom. Maar zij was er ook. Zij stond er ook voor de deur. Zij ging ook boodschappen doen. Maar toen kwam het personeel van die supermarkt. Die waren al binnen natuurlijk. Die kwamen aan. Die kwamen helemaal panisch die deur open doen. En die rennen vervolgens die supermarkt uit. En blijven zo'n beetje bij ons staan. Voor de deur. Dus iedereen staat nu zo'n beetje naar elkaar te kijken. Naar die lege supermarkt. Naar binnen te kijken. En wat blijkt er aan de hand te zijn in die supermarkt? Er is daar een krokodil los. Dus er is een hele grote krokodil in de supermarkt. Nou, niemand gelooft dat natuurlijk. Iedereen begint tegen die meiden van de supermarkt te mopperen. En burgemeester Halsema die loopt dan naar binnen, die supermarkt in. En die gaat kijken en die komt terug. En die zegt van, ja nee, het klopt. Er is inderdaad een krokodil ontsnapt. En die houdt zich nu op de versafdeling, weet je. Dus mensen gaan kijken, je kan door het raam naar binnen kijken. En verdomd, ja hoor, hele gigantisch grote krokodil op de versafdeling. Dus iedereen in paniek en oh shit, waar moet ik nou? Ik heb boodschappen nodig. En meer van dat soort dingen. Ik moet, weet ik veel, naar mijn werk. Ik moet dit en dat. En burgemeester Halsema zegt, nou rustig aan, geen paniek. Want hij is op de verse afdeling, ja? Dus hij is bij groente en fruit. Dus als jij geen groente en fruit moet hebben, maar bijvoorbeeld brood of melk, weet je, zuivel, dan kan jij gewoon die supermarkt in, yes? Die gooit gewoon al die kassa's open in plaats van dat je door dat voorste hekje gaat, ga je gewoon via de kassa naar binnen. Die kassa's die staan precies in het verlengde van die schappen natuurlijk. Dus wij mochten in groepjes de supermarkt in. En burgemeester Halsema regelde dan een beetje wie waar naartoe mocht. En als die krokodil bewoog, dus op een gegeven moment ging hij van de versafdeling, ging die krokodil naar de krentenbollen, naar het brood, tenminste het deel van het brood. Dit is mijn supermarkt, tenminste. Zo zag hij eruit in mijn droom. Op een gegeven moment ging die krokodil naar de krentenbollen.
Ja, mensen buiten natuurlijk helemaal teleurgesteld. Godverdomme, ik moet krentenbollen hebben. Ja, zegt de burgemeester. Nou, haal je crackers of afbakbrood, weet je wel. Gewoon waar die krokodil is, moet je niet naartoe. Dus je pakt gewoon een ander schap. En zo ging dat een tijdje door. En toen het mijn beurt was om naar binnen te gaan, ik had mazzel. Want die krokodil die was toen bij de snoep en de koek. Dat zijn twee schappen tegenover elkaar, zeg maar. Ja, ik had geen snoep en koek nodig. Dus ik kon al mijn dingen gewoon halen. Gewoon kaas, brood. Dus gewoon maar middelen kattenvoer. En burgemeester Hasma, die hield dan mensen tegen bij de ingang. En zei ze van, oké, ja, jij mag nu naar binnen. Maar je mag niet naar de zuivelafdeling. Want daar is die krokodil. En in mijn geval was het dus, ja, u mag naar binnen. Ze zei u tegen me. U mag naar binnen. Maar u mag niet naar de snoep- en de koekafdeling. Ik zeg, nee, dat ga ik ook niet doen. Want daar zit een hele grote enge krokodil. En ja, toen werd ik wakker op een gegeven moment. En toen dacht ik, wauw, dat was een rare droom. En toen dacht ik, ik ga even naar het toilet. Ik ga wat melk drinken. Maar toen kon ik niet meer in slaap komen. Ik denk, dit moet ik meteen opnemen. Want dit was zo'n leuke droom. Ik vond dat ze het heel goed deed. Ze bleef heel kalm, de burgemeester. Die meiden van de supermarkt niet. Die waren helemaal overstuur. Ik ga daar niet naar binnen, nee. Dus dat was vreemd, was dat. Dat was heel vreemd. Er was wel een meisje achter de kassa. Dus één van die meisjes van de supermarkt die was niet bang van die krokodil. Want achter de kassa, dat komt best goed. Daar zit ze nu in een soort cabine om haar te beschermen tegen corona. Een soort stolp is dat geworden. Lijkt me vreselijk om de hele dag in te moeten zitten trouwens. Maar goed, dat was mijn burgemeester Halsema, supermarkt, krokodil, coronadroom. Waar zou die krokodil voor staan? Zou die krokodil voor corona staan? Dat mijn hersens dat zo hebben ingevuld in mijn droom? Wat denkt u, mevrouw de burgemeester? Ik droom sowieso vaak over krokodillen. Maar krokodillen en de supermarkt? Dat is nieuw voor mij. Oké, we wandelen even door het belangrijkste nieuws heen. Dit is het nieuws van gisteren. Gisteren was dag 15 van de zombie-apocalypse. Het is weer allemaal slecht nieuws. We zitten nu aan 11.751 positief geteste mensen. En helaas zijn er gisteren ook weer afschuwelijk veel mensen overleden. Bijna 100. Gecondoleerd aan alle mensen die je familie en vrienden aan het kwijtraken zijn. Het is afschuwelijk. We zitten nu op 864 onschuldige Nederlanders. Die hier niet meer zijn vanwege dit doodenge virus. En er zijn gisteren weer 507 mensen naar diverse ziekenhuizen gegaan. Die ziekenhuizen die raken vol. Daar maak ik me hele grote zorgen om. Dan kwam ik dit tegen. Dit staat er echt. Nederland vroeg pas 2 weken geleden om beademingsapparaten. Dit is de topman van Philips. Die meneer die heet Frans van Houten. Die was zondagavond op televisie. En die vertelde daarvan, ja, Philips maakt beademingsapparaten, dat maken ze. Maar Nederland vroeg daar pas 2 weken geleden om. En hij zegt op een gegeven moment, volgens Van Houten is in januari en februari veel beademingsapparatuur geleverd in China. Ja, tuurlijk. Hij moet het verkopen aan mensen die het nodig hebben. Italië bestelde vervolgens veel apparaten toen het COVID-19 virus daar uitbrak in februari. En toen was de voorraad op, verklaard Van Houten. Dus zaterdag heeft Philips 100 van de 1000 bestelde beademingsapparaten geleverd aan Nederland. Dat is 10%. Hoe snel de rest van de bestelling komt, hangt af van hoe snel het bedrijf kan produceren. Daar krijg je slapeloze nachten van, zegt Van Houten. Wij ook, meneer Van Houten. Wij ook, meneer Van Houten. En hij zegt,
ze hebben de productie opgeschaald. Normaal zouden we er een jaar over doen. Nu proberen we het in weken te doen. Oh, god. Dat Nederland. Gisteren hadden we het nieuws dat onze mondkapjes, de mondkapjes die in de miljoenenorder die de Nederlandse overheid in China heeft geplaatst, daar zaten een hele hoop defecten of niet goede mondkapjes tussen. En nu dit weer. Weet u waardoor dat komt, mevrouw de burgemeester? Dat komt doordat toen dat virus uitbrak in China. Toen keken onze bestuurders, de mensen die Nederland runnen, die keken naar de televisie, die keken naar de krant en die zeiden, gek virus in China. En toen was er een uitbraak in Iran. En onze bestuurders, die keken naar de televisie en die zeiden, gek virus in Iran. En toen sprong het de hele wereld over, maar met name Italië. En toen zeiden onze bestuurders, gek virus in Italië. En toen kwamen we naar Nederland. En toen zeiden onze bestuurders, niks aan de hand. Scholen blijven gewoon open, het leven gaat door. En daar hebben ze zich een beetje in vergist. Daar komen ze nu achter. Het besturen is vooral vooruitdenken. En ja, toen het goed misging in Nederland en de hele boel op slot ging, toen dachten onze bestuurders, weet je wat we doen? We gaan heel veel geld geven aan het Nederlandse bedrijfsleven en aan banken en zo. En die medische apparatuur en mondkapjes, dat komt wel. Daar is minder haast bij. Dat is waarom dat misging, mevrouw de burgemeester. Het is gênant, is het. Is dat strafrechtelijk vervolgbare nalatigheid? Dus je weet dat er een doodeng virus aankomt, waar heel veel mensen heel ernstig ziek van kunnen worden, waar heel veel mensen aan kunnen overlijden, wat het hele leven op afschuwelijke wijze gaat ontregelen, wat enorm veel schade gaat aanrichten aan onze economie en onze inkomens en onze nachtrust en noem het allemaal maar op. En je doet niks. Je zit gewoon op je hol. Een partijtje stil te zitten. Is dat strafrechtelijk vervolgbare nalatigheid? Je bestelt niet eens beademingsapparatuur. Je bestelt geen extra bedden. Je richt geen veldhospitaals in weet ik veel, leegstaande scholen. Je zit gewoon op je hol. Je doet gewoon niks. Echt schandalig vind ik het, mevrouw de burgemeester. Ik vind het echt schandalig. Anyway, laten we hopen dat ze bij Philips inderdaad tempo erachter weten te zetten. Want we hebben die beademingsapparatuur gewoon nodig. Die ziekenhuizen en klinieken zitten erom te springen. Dan kwam ik dit tegen. Dit is Chantal Jansen. Zij ziet er intelligent uit. En dan staat hier... Chantal Jansen ervaart meer rust door lagere kijkcijfers. Nou, dat is interessant. Chantal Jansen zegt dat de lagere kijkcijfers die tegenwoordig op televisie worden gehaald, bij haar voor rust zorgen. In gesprek met nu.nl vertelt ze dat ze haar verwachtingspatroon heeft bijgesteld. Televisie is een beetje een medium wat aan het sterven is, mevrouw de burgemeester. Wij hebben geen televisie. Ik heb mijn televisie weggedaan ergens in 2006. En ik moet zeggen, ik kan heel goed zonder. Ik kan heel goed zonder. En ik ben niet de enige die dat gedaan heeft. Heel veel mensen hebben dat gedaan. Televisie is een beetje aan het doodgaan. Sorry, Chantal Jansen. Je kunt er tegenwoordig niet meer van uitgaan dat iets scoort. En je moet al blij zijn met zo'n 700.000 kijkers. Er valt geen pijl te trekken op de kijkersaantallen. 3 of 4 jaar geleden was je echt pas tevreden als je 1 miljoen kijkers bereikte. Die lat ligt nu lager. En dat heeft natuurlijk nadelen voor de televisiewereld. Maar het zorgt ook voor een bepaalde rust. Je bent nu vaak al blij als je niet op de 300.000
kijkers zit. Je stelt je verwachtingspatroon bij. Dat is wat je doet. Leuke foto. Wat zou ze hier zeggen? Joh. Jansen gelooft het overigens niet als haar collega's zeggen zich niet met de cijfers bezig te houden. Ik vind dat ongeloofwaardig. Je, gaat ze weer met je. Je stopt je hele ziel en zaligheid in zo'n programma. Voor Chantal komt werken, maak ik soms draaidagen van 16 uur. Zo ziet ze er ook uit. Ze ziet eruit als iemand die vreselijk hard gewerkt heeft. De hele leven lang. Kijk maar. Aanpoten. Dat doe ik echt niet alleen van mijn moeder die kijkt. Je wilt toch dat zoveel mogelijk mensen het zien. Ze realiseert zich goed dat de bazen bij RTL ook niet anders verwachten. Peter van der Vorst, dat is de programmadirecteur van RTL, denkt ook niet, er kijken maar 10 mensen, maar wat doet ze het toch leuk? Jeetje. Nou Chantal, wij zijn heel blij dat jij die rust aan het ervaren bent door die lagere kijkcijfers. Chantal mag weg. En dan kwam ik dit tegen. Dit is waar wij wonen, dit is Amsterdam. 61 nieuwe besmettingen. En in totaal zitten we nu toch al op 769 besmettingen. En daarvan zijn er, in totaal zijn er 264 mensen opgenomen geweest in een ziekenhuis. En dan heeft ons ziekenhuis, het Onze Lieve Vrouw Gastenhuis, die hebben een speciale app. En hier bij ons in Amsterdam-West, las ik, hebben ze een soort speciale tent hebben ze gebouwd op de parkeerplaats. En dat is waar ze mensen met mogelijke coronasymptomen ontvangen. Dat was wel heel positief. Toen het uitbrak in Brabant, mevrouw de burgemeester, toen dacht het OVG, oh shit, dit gaat helemaal mis. Wij gaan onze capaciteit verhogen, wij gaan maatregelen treffen. Dus die zaten er meteen bovenop. Iets eerder dan onze bestuurders. Dus daar zijn we wel heel blij mee. Dat is wel echt vakwerk van het Onze Lieve Vrouw Gasthuis. En voor ons, ja, wij wonen in Amsterdam-West. Dus voor ons is dat wel prettig. Gewoon het idee dat er een ziekenhuis is die een speciale tent hebben ingericht. Dat geeft, weet je, zoals Chantal dat noemde, dat geeft toch een stukje rust. Het geeft toch een stukje rust. Zeg maar wat u deed bij die supermarkt. Met die krokodil, weet je. Ah, heren. De krokodil is nu bij het brood en bij de krentenbollen. Wie moet er krentenbollen hebben? Een paar vingers omhoog, weet je wel. Oké, dan moet u even wachten. Wie heeft er geen krentenbollen nodig? Een paar vingers omhoog. Oké, dan mag jij de supermarkt in. Kijk uit voor die krokodil, weet je. Rust in de tent. Dus ik ben wel blij met het Onze Lieve Vrouw Gasthuis. En ze hebben dus een app. En in die app, die kun je op je telefoon zetten. En in die app kun je je symptomen bijhouden. Kijk, een heel legertje aan specialisten mee. En op het moment dat jij X verschijnselen hebt, dan zegt die app tegen jou, oké, kom maar naar het ziekenhuis, kom maar gezellig. Even spelen in die tent. Hartstikke goed, hartstikke goed. En dan kwam ik dit tegen en dit is echt om te huilen. De intensive care is sneller vol. En er staat hier een citaat dat de RIVM met de verkeerde prognoses heeft gerekend. Dit is het Parool, dit is Bas Soetenhorst en Job van Kempen. Die hebben dit stukje samengeschreven. Het vervoer van IC naar IC gaat met een mobiele intensive care unit. Een MICU. Een soort vrachtwagen. Oké, dat wist ik niet. Ik dacht dat het met een gewone ambulance zou gaan. Die rijden veel harder. Maar goed, dit is niet zo. Zondag sloeg het RIVM een pessimistische toon aan over de opvangcapaciteit van de intensive care afdelingen, waar eerder in de week nog werd verondersteld dat eind mei het aantal coronapatiënten op de IC zou pieken op 2500,
wordt nu gedacht dat al over 2 weken 2500 IC-bedden nodig zijn. Dat is zeer problematisch. Met kunst en vliegwerk zijn er deze week hooguit 1600 bedden. Dat noemden onze bestuurders noemden dat opschalen. Wij zullen begin april zo'n beetje 1600 bedden hebben. En ergens eind april hebben we 2000 bedden. En dan zou dat eind mei 2500 bedden zijn. En dit is wat je dus ook zag gebeuren in Italië. Dit is wat er ook gebeurde in China. Lieve mensen, je moet als een gek noodhospitaals gaan inrichten. Weet ik veel, met het leger of zo. Neem een leeg voetbalstadion. Of een lege sporthal, weet ik veel. En bouw dat om tot veldhospitaal. Weet je? En je hebt heel veel meer beschermende kleding nodig. Met name die mondkapjes en allerlei andere dingen. En je hebt heel veel beademers nodig. En alle drie die dingen hebben we dus niet. Dus we hebben niet voldoende bedden. Hartstikke leuk. Al 4 dingen hebben we niet. We hebben ook niet voldoende testkits. Dus we kunnen alleen mensen testen die in het ziekenhuis belanden of mensen die in de zorg werken. In een ideale wereld zou je iedereen gaan testen. Dan kun je namelijk onderzoeken hoe het virus zich verspreidt en hoe groot je problemen zijn, et cetera. En je kunt dan ook bijhouden of er inderdaad immuniteit wordt opgebouwd. En je kunt iets gaan doen met mensen die immuun zijn, die mensen misschien ergens inzetten, weet ik veel. Maar wij testen niet genoeg. Dus 1, we testen niet genoeg. 2, we hebben niet voldoende beschermende kleding. Let u op, mevrouw de burgemeester. 3, we hebben niet genoeg beademers. God, allebei. En 4, de bedden raken te snel vol. Ik moet zeggen dat dit, qua management vind ik dat het niet echt een schoonheidsprijs verdient. Ik begrijp dat we allemaal vreselijk moeten applaudisseren voor iedereen die in de zorg werkt. En iedereen die, weet ik niet, een vitaal beroep heeft. En de brandweerman. En de tandarts. En weet ik veel. Ik snap dat applaudisseren nooit zo. Maar goed, oké. Die mensen werken allemaal heel hard. En ja, weet je, dit is wat je nu nodig hebt. Ja. Maar onze bestuurders, weet je, ja god, ik ben er niet zo super van onder de indruk. Hey, trouwens, hebben we denk je beademers nodig? Ja, weet ik niet. We hebben nu een paar honderd mensen besmet in Brabant. Ja, waar is Brabant? Hè? Dat valt wel mee. Ik woon niet in Brabant. Dus kan volgende week wel. Hoeveel bedden denk je dat we nodig hebben? Want in Italië gaat het helemaal mis. Ja, dus Italië, dat is een zootje dat land. Maak je niet druk. We hebben bedden zat. Hoeveel bedden hebben we? Weet ik niet. Kunnen we iemand over bellen een keer? Weet je, maak je niet druk. Wat gaan we doen met mondkapjes? Koop maar in China. Wees zeker dat je kwaliteit krijgt. Hoe gaan we dat doen met testen? Nou, ja, eigenlijk is het bedrijf Roche. Of Roche. De eigenaar van die testkits. Dus daar kunnen we niet zoveel aan doen. Het is een beetje mismanagement. Mismanagement, zeg maar het tegenovergestelde van wat mevrouw de burgemeester aan het doen was in die supermarkt met die krokodil. Weet je, dat was gewoon gezond verstand gebruiken. Ho, ho, ho. Weet je, want die krokodil die kroop door die supermarkt heen. Op een gegeven moment kroop hij inderdaad naar de zuivel. Godverdomme, en ik moest yoghurt hebben en kaas en melk. Moet er iemand zuivel hebben? Ja, een hele hoop vingers omhoog. Ja, zegt de burgemeester, even wachten, want die krokodil, die zit nu precies bij de zuivel. En met die krokodil, daar moet je bij uit de buurt blijven. Dus toen hebben we allemaal even gewacht. En roepen en joelen natuurlijk naar die krokodil, want als je lawaai maakte, hadden mensen het idee, dan kruipt hij naar zijn volgende schap, weet je wel. Dat deed hij ook. En toen op een gegeven moment, ja, toen ging hij naar het snoep. En ik moest geen snoep hebben. Dus toen kon ik op mijn gemak in mijn boodschappen doen. Je kon ook gewoon zo heel raar. Je kon langs hem heen lopen. Hij deed helemaal niks. Hij lag gewoon maar stil te liggen. En hij paste er niet echt. Ja, god, hij maakte wel veel rommel. Want het is een grote, met zo'n hele grote staart. Maar goed, ja, dit is niet best.
Oké, dan is er hier een meneer, die heet Jacco Wallinga en hij is een rekenkundige van het RIVM. En dit zijn de problemen. Ten eerste een grotere toestroom van coronapatiënten. En dan dachten ze, nou, een coronapatiënt die ligt 10 dagen op de intensive care, maar dat is veel langer. Ik las 4 weken, hier staat 23 dagen, dus dat is ietsje minder dan 4 weken. Zeg maar ietsje meer dan 3 weken. En wat ze doen is, ze brengen je in slaap en dan doen ze je aan de beademing. Ze moeten namelijk je longblaasjes kunnen geen zuurstof meer opnemen, of in ieder geval heel moeilijk. Dan ga je natuurlijk hartstikke dood. Dus ze geven je zuurstof, maar dat moeten ze met zoveel kracht doen, met zoveel druk, om zuurstof in die longblaasjes te pompen. Dat kan niet als je bij bewustzijn bent. Dat is afschuwelijk. Dat zegt, dan word je helemaal gillend gek van de pijn en de ellende. Dus brengen ze je in slaap. En dan doen ze je aan de beademing. En ze zullen je waarschijnlijk een hele zootje antivirus en antibiotica en weet ik veel wat geven. Vitaminesupplementen misschien. Weet ik eigenlijk niet. Dat laatste gok ik. Maar dat je in slaap gebracht wordt en 4 weken beademing krijgt, dat las ik een paar dagen geleden. En daarna moet je lichaam het eigenlijk gewoon zelf doen. Gewoon knokken tegen dat virus. En dan was er een vereniging van longpatiënten. Let u op, mevrouw de burgemeester, want u rookt. En die zeiden van ja, iedereen die van de IC afkomt, die heeft permanente longbeschadiging. Dus dat is vreselijk leuk. En ik las dan verder, het is wel heel erg schrijnend en deprimerend, dat er heel veel echt oude mensen zijn en mensen die al ziek zijn. En die zeggen dus bewust, sorry, maar ik doe dat niet. Ik wil niet naar de intensive care. Ik ben al oud en ik heb geen zin om 4 weken in een coma te liggen terwijl je me aan beademing doet. En mensen die kiezen er dus voor om, ja, dat noem je een waardig einde. Die kiezen ervoor van, ik niet. Ik ga niet naar de IC. Bovendien, daar heb je toch niet genoeg bedden. Geef mijn bed maar aan een jong iemand. Dat is wel heel erg. Maar goed. De nieuwe rekenmethode roept kritische reacties op. Deskundigen waarschuwden al eerder dat coronapatiënten gemiddeld veel langer op de IC liggen dan andere patiënten. Dat wist ik al. Dat wist ik al. Dat had ik al gelezen van deze meneer. Diederik Gommers, die meneer, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, sprak half maart over 2 tot 4 weken. Desgevraagd bevestigt hij nu dat uit gegevens uit China al bleek dat de lichtduur langer is dan 10 dagen. Dat wist ik ook al. Dat wist ik al heel lang. Dat wist ik echt al sinds. Van hem kregen we het inderdaad in maart te horen. Maar de New York Times en The Guardian, die waren vrij goed aan het rapporteren over wat er gaande was in China. En daar stond dat ook in, dat mensen in dat soort veldhospitaals, in een plastic tent, 4 weken aan de beademing lagen. Dus dat wist ik al. Maar goed, die mensen van de RIVM, die wisten dat dan niet. Dat is wel fantastisch. Er stond het laatste artikel in de krant, daar werd de directeur van de RIVM, werd de hemel ingeprezen. Hij is het kompas waarop de regering vaart. Oké, het kompas doet het niet zo geweldig goed. Het is altijd fijn als mensen niet goed kunnen rekenen. Oh. PvdA-fractievoorzitter Lodewijk Asscher heeft vragen gesteld over de nieuwe RIVM-prognose. In een presentatie afgelopen woensdag in de Kamer ging het RIVM al uit van een lichtduur van 3 weken. Maar toen werd niet gewaarschuwd dat half april 2500 IC-bedden nodig zouden zijn. Als je wil weten hoe dat kan. Ja, hoe kan dat? Hoe kan dat? Waarom hebben we niet eerder om beademers gevraagd? Waarom zijn we niet iedereen aan het testen? Waarom zijn we geen veldhospitaals aan het inrichten? Waarom hebben we niet heel veel meer bedden? Waarom schakelen we het leger niet eerder in? Weet ik veel. Waar zijn we mee bezig? Waar zijn we mee bezig?
Het is zootje. Mogelijk is er bij de eerdere berekeningen van uitgegaan dat IC-patiënten in Nederland relatief gezonder zijn dan in het zwaar getroffen Italië. Omdat mensen met zeer slechte perspectieven hier niet worden opgenomen op de intensive care. Holy shit, dus het ligt toch een beetje aan die Italianen. Die zijn heel ziek en zwak en broos. Dan hebben we hier een emeritus hoogleraar wiskundige economie. En die meneer die heet Wouter Keller. En hij voorspelde eerder deze maand op Twitter al, want dat is de plek waar je wiskundige economie doet. En dat is de plek waar een emeritus hoogleraar wiskundige economie zijn zegje kan doen. Want iedereen leest Twitter natuurlijk. Hij zei eerder maand al op Twitter dat de IC's in april tegen hun grenzen aanlopen. Mevrouw de burgemeester, ik wil niet vervelend doen, maar ik heb dat lopen roepen vanaf dag 1 van de zombie-apocalypse. En ik ben een imbecil die achter zijn laptop zit met een kop koffie om 5 uur 's morgens. IC's sneller vol. Hoe kan dat nou? Hij meent dat het RIVM met verkeerde prognoses heeft gewerkt. Ze jokken dat ze pas nu rekening houden met een andere lichtduur. Ze jokken. Jeetje, ze jokken. Ze bestellen te laat apparatuur. Ze bestellen apparatuur die defect is. Ze kunnen niet iedereen testen. We hebben te weinig bedden. En gewoon 1 dag voordat iedereen zijn kind... Dat was echt het allermooiste, mevrouw de burgemeester. De donderdag, de persconferentie. De scholen blijven open. En vanaf dat moment ontplofte mijn telefoon. Allemaal appjes van ouders die allemaal hetzelfde zeiden. Ik breng mijn kind morgen niet naar school. En vanaf vrijdag, ja, toen was het wel duidelijk. Toen allemaal spoedoverleg en toen zondag, we doen het hele land dicht. Mismanagement, dat is wat dit is. Keller verwacht over 2 weken een piek in het aantal ziekenhuisopnames van coronapatiënten. Voor het dodental voorziet hij 2 weken later een piek. Dat is zeg maar min of meer hetzelfde wat ze in Amerika zeggen. Ergens eind april is het afschuwelijk. En je moet ervan uitgaan dat je binnen zit tot en met eind mei, gok ik dan even. En dan moet je langzaam alles weer opstarten. Want in China gooiden ze de bioscopen open en meteen kwamen er allemaal besmettingen bij. Dus je moet wel een beetje weten wat je aan het doen bent. Zeg maar net als met die krokodil. Oké, hij is bij de krentenbollen. Wil jij krentenbollen? Ja, dat kan niet. Waarom niet? Omdat er een hele grote, enge krokodil bij de krentenbollen zit. Dus je moet even wachten. Wat een zootje. En dan kwam ik dit tegen. Dit is helemaal deprimerend. Duitse deelstaatminister stapt uit het leven. Hij heeft zelfmoord gepleegd. Deze meneer. En hij is uit het leven gestapt omdat de zorgen over de coronacrisis hem overweldigden. Daar wil ik ook nog wat over kwijt. Die minister van ons, die viel flauw. En toen, hij werkt zo hard. Ja, hij werkt zo hard. Deze meneer, die pleegt zelfmoord. Het is vervelend om te zien dat de eerste keer dat de overheid echt iets moet doen voor het hele volk, ze er eigenlijk een beetje een zootje van maken. Ik bedoel, het aantal besmettingen neemt alleen maar toe. En beademingsapparatuur breidt maar uit. IC-bedden vol, geen mondkapjes. Hoe zal dat zijn voor die mensen die in de zorg werken? Die voortdurend die apen op televisie moeten zien en ze allemaal dingen horen roepen en dan om zich heen kijken en zeggen, hey, wacht even, daar klopt niks van. Schandalig, hè? Echt schandalig. Nou, lieve mensen, vandaag krijgen we een hele spannende dag. Het is een hele spannende dag voor alle ouders met kinderen. Met schoolgaande kinderen, sorry. Vandaag krijgen wij waarschijnlijk een persconferentie. En daar krijgen we dan te horen van, ja, waar ik gezegd, de scholen en de cafés gaan weer open op 6 april. Maar daar hebben we een beetje ongelijk in. Alles blijft dicht tot 1 mei. En dan op 1 mei krijgen we nog een keer dat riedeltje.
En ja, onze dochter die vindt het helemaal niet erg dat de school nog een maand dicht is. Dus die is helemaal gung-ho, yes! En gisteren werd eigenlijk al bekend dat de maatregelen doorgaan. Er werd alleen nog niet bekend voor hoe lang. Dus het was al gelekt naar de pers. Dus dat betekent nog 4 weken binnenzitten met die tiener met de telefoon. Dat wordt quality time. Dat wordt quality time. Dat wordt helemaal te gek. Hartstikke leuk. En ik denk dat het wel langer dan 4 weken wordt. Hoe zou de burgemeester dat doen? Zij heeft natuurlijk vitaal beroep. Zij kan niet in zelfisolatie zitten. Maar haar partner wel. Die kan wel in zelfisolatie zitten. Met die arme kinderen. Hij heeft die 2 van die tieners aan zijn hoofd, zei ik. Arme jongen. Zij ze s'avonds. Als ze tenminste s'avonds vrij is. Ik denk dat ze zo vrij is. Zou ze niet ook gewoon zoveel mogelijk van huis moeten werken? Alleen persconferenties en dat soort dingen niet. De gemeente van Amsterdam is basically dicht. Bekijk hun website maar. Wegens corona zijn alle loketten dicht. Ja, dat begreep ik al. Probeer het online te regelen. Doe ik. Ik vond dat u het geweldig deed met die krokodil, mevrouw de burgemeester. Het was echt een hele, hele bijzondere droom. Alleen wel jammer dat ik zo vreselijk vroeg wakker werd, want ik ben gebroken. Ik ga wat koffie drinken. Laten we hopen dat inderdaad dat kind een zin krijgt en dat de scholen vandaag nog een maand dicht blijven. En dat wordt een groot feest. En daar doe ik dan morgen een leuke update over. Lieve mensen, blijf allemaal binnen. Hou afstand van elkaar. En laten we hopen dat hier een oplossing voor komt. Want dit is echt heel erg eng. En dit is ook heel erg eng. Echt geweldig management vind ik het niet. Vond ik het allemaal niet. Ik begin met er een beetje aan te storen. Lieve mensen, dat was hem weer. Blijf gezond. Tot de volgende keer.